wat wij aan dit, met het maken van deze film, hebben beleefd. En ik wou dan graag nu u aankondigen, de film Dick Bos weer in actie. In zijn manier van uitdrukken, een achteloosheid die ons kinderen zeer paste. En dat was in 1940, 41, dus begin van de oorlog. Michael Douglas loopt naar beneden op deze manier, zo glijdend langs de, er is een helling, en dan komt hij daarna bij de auto aan. Zij ligt dus dood in die auto, ongeveer in dezelfde positie, en Michael Douglas komt er ongeveer op 10 minuten af en buigt ze dan over hem heen. En als je hier kijkt, dan is het eigenlijk zo dat je bijna, als je in de latere tekeningen kijkt, dan kan je eigenlijk bijna, krijg je een soort gevoel van Hollywood, Beverly Hills of San Francisco, waarbij gedraaid hebben Basic Instinct. En die stond zo te pesten en te schoppen. En wat je dan doet, als je dus, en je handen daar, als je het kan zien kijken, dan krijg je dus dit, hè. En als je dan trekt, hier trekt, en daar duwt, nou, dan ga je onder op de grond, hè. En dan die klappen en met een noodklap op de grond. Dus die jongen ging, ah, bam!